Dat proces, dat wil ik een halt toeroepen. En nogmaals, ik ben niet een eenduidige fan van Musk. Daar gaat het ook niet om. Maar het idee van we moeten hier dus het gesprek over kunnen voeren. En dat is in Amerika was ook niet meer mogelijk. En daar heb je dus ook een, nou ja, laten we zeggen, een globalistische elite die een vrij ideologische agenda Is het daar doorvoert. niet sowieso meer begonnen? Of zien jullie dat Ja, anders? Amerika heeft natuurlijk wel, tuurlijk, die heeft wel ook door die sterke kapitalistische achtergrond, meer die oriëntatie, altijd al. Altijd al. Ja, dat. En wat er ook wel in valt, vind ik, wat jij wilde inbrengen, is die Lab Leak, waar nu internationaal weer wat naar buiten is gekomen. Dat kan jij zo toelichten. Maar ik vind dat valt daar ook wel onder. Ik heb volgens mij 2,5 jaar geleden ben ik begonnen met Jan Bont hier uitzendingen over te maken. Jan heeft zich daar helemaal in gebeten. Maar ook daar is, ja, ik heb hier uitzendingen over gemaakt. Maar ja, er is niks, zeg maar, in Nederland door mainstream naar buiten gekomen over dat zou ook een optie zijn. En zeker denk ik omdat Marjan Koopmans hier woont en leeft en onze taal spreekt, is dat een heel dominant verhaal vanuit nee, het is een zoonoze. Dus dat past ook wel in wat jij zegt. Ja, het een komt niet aan bij het ander. Of zie jij dit anders? Nou, het heeft er wel iets mee te maken, maar het heeft